Als ik in gesprek ben, en dat is meestal met leidinggevende, maar ik doe dat sowieso ook met ondernemers, dan merk ik dat zij heel veel last hebben van, laten we nu het omschrijven als een ADHD-cultuur. Hè. Dus heel veel focus op het pure, cijfermatige, doelgerichte en minder op wat zij eigenlijk als zingevend ervaren. Wat ik professioneel doe, sluit eigenlijk heel erg aan bij wat ik privé ook doe. Hè. Dat is dagelijks met mensen in contact zijn. We leven eigenlijk wel een soort ADHD-wereld. En als je dat dan vertaalt naar bedrijven, dan merk je dat die bedrijven heel erg gefocust zijn op vooral het cijfermateriaal, de resultaten en zo verder. Dus, en minder een focus op het mensen. Dus eerder een soort hyperactiviteit richting hetgeen dat mensen misschien niet altijd gelukkig maken. En een te weinig focus op de dingen die mensen gelukkig maken. En dat zijn ze soms zelf. En dat is bijvoorbeeld aandacht aan wat hen zin geeft om in een bedrijf te zijn of in een club te zijn of als ondernemer of wat dan ook. Wat ik ook merk bij bijvoorbeeld in dit geval eerste lijns leidinggevende is dat ze heel bekommerd zijn, heel zorgzaam, heel empathisch, heel actiegericht naar hun eigen mensen. Maar dat ze eigenlijk heel weinig naar zichzelf kijken en heel weinig zien wat ze zelf nodig hebben om te kunnen blijven functioneren. En dan krijg je, de term burn-out komt nu heel veel in het nieuws, maar eigenlijk is het meer een vorm van peel-out. Hè. Ze worden laag per laag afgepeld door tegenslagen, weinig aandacht, heel veel energie steken in dingen die moeilijk zijn, misschien iets minder of te weinig erkenning krijgen. En dan krijg je dus echt mensen die niet geburn-out zijn, maar gepeel-out. En dat treft me dan ook wel om die mensen een stukje een forum te geven of een stukje aan te geven van kijk, je mag ook zelf die stap zetten om gehoord te worden en om zelfzorg te creëren of te krijgen. Ik zou het echt super vinden mochten we binnen een aantal jaren zover zijn dat we een eigen netwerk hebben van zorgende leiders, van mensen die zich willen inzetten voor hun mensen, maar ook hun managers. Hè? Om ervoor te zorgen dat die vanuit het zingevingsverhaal zeggen van oké, ik heb hier een groep mensen die eigenlijk heel graag werken en die ook heel ver willen gaan in hun werk. Dat we eigenlijk een soort platform hebben dat die mensen elkaar ontmoeten, dat die alles kunnen van het internet halen of uit groepen kunnen halen. En dat er eigenlijk zo'n soort platform is voor mensen die zoeken naar een soort zorgend leiderschap, een soort zorgende manier van werken met elkaar. En ik denk dat bijvoorbeeld de eerste lijns leidinggevende, dat een groep is die we bij elkaar moeten kunnen krijgen en dat die met elkaar in contact komen en elkaar kunnen ondersteunen. Ik werk heel veel ook met storyballs, dus verhalenbokalen. En ik heb een speciaal eentje laten maken rond het zorgend leidinggevende, het zorgend leiderschap voor eerste lijns leidinggevende, managers, ondernemers en zo verder. En eigenlijk is het beeld heel simpel. Dus de bol zelf is meestal de kleine wereld waar mensen in zitten. En de taak van iemand die in een bedrijf als externe of als coach of als organisatiecoach werkt, is om zijn eigen schoenen uit te doen, in de schoenen van een ander te stappen en te gaan luisteren bij mensen. En soms gaat dat in een rechte lijn en soms gaat dat in kronkelingen. Maar alleszins is de bedoeling om als organisatiebeleider, als coach, mensen langs achter een stukje begeleiding te geven en dus niet te trekken aan de kar, maar gewoon heel rustig achteraan bij die mensen een stukje pad. En zo'n storyball symboliseert eigenlijk het stukje wat ik wil als verhaal wil brengen rond alles wat te maken heeft met zorgen in ondernemingen en bedrijven.